Dat jullie dat fijn vinden.
Ik ben niet één op school had leren. Wat is er voor de vlag? Dat doosje, of wat we die? Met papier. Maar je hebt ook dit natuurlijk. Maar hoeveel stuk? 300 stuks. En dit is 160 stuks. Samen met mij gekocht, want ja, het is gewoon echt een aanrader. Dit is volgens mij de knijp advent.
verschillende adventkalenders en we hebben ze letterlijk één voor één allemaal een keertje vastgehouden en gekeken wat het was. En we zijn nog steeds niet klaar bij de adventkalenders, want mijn zusje kwam er op een gegeven moment bij staan. En toen zijn we nog verder gaan kijken bij de rest van de adventkalenders. Ik heb ze echt letterlijk allemaal vastgehad om te kijken wat zit erin. Is het interessant om eventueel mee te nemen? Ik zag er ook eentje van Maybelline staan volgens mij. En deze is van... Ik heb geen idee. Daar staat er eentje van Maybelline. En deze, die van net die mijn zusje vasthaalt, Essence. Deze is van Neo Nails. Die vond ik nogal heel erg duur. Dus ik denk, die neem ik niet mee. En aangezien ik ook niet weet of de gel lak goed is van Neo Nails. Ja, adventkalenders zijn al eenmaal wel wat prijziger. En ja, het is wel de bedoeling dat er merendeels in zit. Dat het gewoon echt leuk is om open te maken. En dat weet je natuurlijk van tevoren ook niet echt. En toen dacht ik ineens, hey, als ik hier toch sta, dan ga ik meteen even kijken bij de babyproducten. Ik heb geen kind, mensen. Ik heb geen baby. Maar ik gebruik wel babypoeder als droog shampoo voor mijn haar. En dat werkt echt heel erg goed. Babypoeder. Mijn huisje en mijn dingetje. Ik sta toch nog een van deze meenemen. Ja, hebben zelfs matcha thee. Goed. De hype. Luca mag geen vleesbrood meiden. Mooi joh. Zijn jullie niet meer echt kruiden thee? Kruiden thee is er gewoon. Ik wil eigenlijk geen theezakjes. Deze is zo lekker, hè, deze. Ik wil eigenlijk deze ook wel eens proberen. Koekjesjes.
En dan bij de laatste schappen waar we echt nog heel lang staan hebben, is de proteïne, proteïne, proteïne. Wij eten tegenwoordig heel veel meer proteïne, en oftewel proteïne eiwitten. Omdat wij samen bezig zijn met het sporten. En ja, dan is het ook wel handig als je wat meer eiwitten binnenkrijgt. En die waren we hier aan het zoeken bij de eiwitspullen. En de eiwitbars. En die heb ik ook een aantal meegenomen. Ik hoop dat